Ik zit hier vandaag aan tafel met Luis Oscar Santos Figueroa en Pieter Emmerichs, die al 17 jaar naast elkaar wonen en niet voor de eerste keer samenwerken, heb ik begrepen, maar wel heel recentelijk voor 2140. Welkom. Dank je wel. Merci. Vertel eens, hoe vaak hebben jullie eigenlijk al samengewerkt? Hij gaat meer weten dan mij, want ik heb heel slecht geheugen, dus... Allee, we waren er juist over bezig. Ja. Hoe lang is dat geleden, zo, de Chocolate Song? Ik denk... jij werd in elk geval een heel klein patotterkje met een hele, hele hoge, stem. Maar zeer mooie stem. En dat viel op. Want ik ken hem natuurlijk van zijn geboorte. En ik maak eigenlijk al heel mijn leven muziek. Voor mezelf, maar ook voor andere bands. En soms ook voor goede doelen, zoals Fairtrade Belgium. En toen was dat nog Max Havelaar. En er moest een campagne gemaakt worden voor cacao. Onze cacao komt eigenlijk van West-Afrika. En ze wilden een soort campagne dat die cacao die zou toch eigenlijk fairtrade moeten worden. En dat zou toch geen kinderarbeid meer mogen zijn. Terwijl veel van onze chocolade nog kinderarbeid is. En er werd mij gevraagd om een lied te schrijven in het Frans en in het Engels. Dat Europees gebruikt zou kunnen worden. En dat was het verhaal van een jongetje dat dan zogezegd in Afrika, in Ghana zou wonen. En ik zocht een jonge, kinderlijke stem om dat lied te zingen. En ik wist, ja, Oscar kan gewoon fantastisch mooi zingen. Dus had ik een liedje opgenomen en dat heeft hij dan hier gezongen. En dat is dan later, heel Europa, maar zelfs in Afrika, als er een conferentie is van alle fairtrade communities, dan wordt dat nog steeds gebruikt. Dus ik heb zelfs ook al die beelden gekregen van een voetbalstadion vol mensen in een groot festival. En dan knal dat daar door de boksen. En dan je hoort dat niet aan mij laten zien. Ik heb het nooit gezien. Nee, nog niet. Hoe oud was je toen, Oscar? 8 of zo? Ik ben heel slecht met leeftijden. Ik denk zo hoog. Ja, nee, ik schat ik 8 of 9 jaar. 8, 9 jaar, zoiets. Want dat is nog lang voor de Voice Kids en al dat. Dus. Ja. Maar ik weet wel dat ik toen al zeer diep onder de indruk was van... frasering. Hè? Dus gewoon van zo een melodie begrijpen en het dan een paar keer horen en dat dan doen en dat was zo poeng erop. Mm-hmm. Nem, gebeurt. Ja. Dus Oscar, je was al bezig met muziek van je 8e. Je wist het alleen nog niet zo helemaal. Ja, alleen bezig met muziek. Ik was zo... Ja, zingen doe ik zo... Allee, echt al van zolang dat ik me kan herinneren, maar dat was toen ook dat ik zo begon met... Gewoon op de computer waar rond te spelen met loops en... melodietjes en zo, dingen in elkaar steken, maar niks serieus. Maar dat zingen was wel, en piano spelen ook. Dus dat was wel zo de passie die dan zo begon te groeien of zo. Zeker. Rond die leeftijd. En Oscar is ook altijd omringd geweest, hè, door heel veel muziek, constant. Nee, zijn papa is een goede muzikant, zijn mama zingt, zijn onkels spelen allemaal muziek. En, dus er was hier ook constant muziek. Zijn papa repeteerde vaak bij hen thuis. Ik repeteerde dan vaak hier gewoon met bands. De buurman was Kobe Proesmans, Gabriel Rios zat in de hof vaak te repeteren. Dus er was een soort van... Er was altijd muziek gaande. Mm-hmm. En ik herinner mij dat ook nog van toen dat hij echt nog heel, heel, heel klein was. Echt een patotter zo. En dan lag er zo'n synthesizer hiernaast vaak op de grond. Dat hij dan zo heel gefocust op zo'n goebik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 
dagenlang op de grond gewoon met een keyboard met de weirdste, slechtste Casio-geluidjes. Maar en dan kon je daar dagen mee bezig zijn, gewoon op de grond zitten en dan zo, zo drummetjes erin steken. En dat was hilarisch, dat was echt oorverdovend, maar die focus was er absoluut. En dan later, want ze hebben ook een piano staan, moesten wij voor het minste geringste komen luisteren naar een concert. Dan hadden we een concert gemaakt. Pianoconcertjes. Pianoconcertjes. En dan was dat echt gewoon van, ja, je moet stil gaan zitten, daar op mijn stoel. En dan begon dat. Heel geconcentreerd, één noot gewoon. Boem. Maar zo heel traag opbouwen. En ik, dat was melodisch, stelde het bijzonder weinig voor. Maar ik weet nog wel dat ik toen al onder de indruk was van... Die opbouw is wel echt heel goed. Al is maar met drie noten, daar zit een hele, hele goede opbouw in. En zelf echt zo in de zone blijven van... Voilà, this is how it's done. Ja. En dat vond ik toen al eigenlijk heel merkwaardig. Dat gewoon zo was van... Ik kan hier iets met drie noten, ik wil dat wel even laten zien. En je gaat blijven zitten. Dat is eigenlijk nog een beetje hetzelfde. Ja, maar nu is het met 12 noten. Met 12 noten, vette beats. Een hele toonaard. Goeie verhalen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk wel enorm gegroeid.
Ja. Zeg Pieter, en wanneer was jouw eerste muzikale wapenfeit? Ja. Eerste muzikale wapenfeit? Ja? Ik denk als ik 14 was. Ik had bandjes op mijn 14. Dan traden wij op. Dan schreven wij zelf de Hitchhikers? Soms. Nog voor de Hitchhikers zelfs. Ah, wow. Dan denk ik op mijn 14, 15 zoiets. Met een paar vrienden en dan repeteren in ons tuinhuis in Mortsel. En dat werd dan, we hadden van ons tuinhuis een soort repetitiekot gemaakt. En ik was ook helemaal into Keith Haring en dan alles geïsoleerd en vol graffiti gespoten. Alles geschilderd eigenlijk van Keith Haring. Je tekent nog steeds als Keith Haring. Een beetje. In figuurtjes. Ja, dat is waar. En dan kwamen er zo ineens, omdat er toen al veel te weinig repetitieplekken waren in Antwerpen. Nu is er een Trix. Maar toen was er nergens iets. Dus onze garage, ons tuinhuis, dat was eigenlijk altijd ingenomen. Er zijn zoveel bands komen repeteren. Ook heel veel mensen die dan later nog in Deus zijn terechtgekomen en weet ik veel. Waar je zo denkt van, ja, en dat was zo door een bos, een ingangetje, dus dat moest niet door ons huis. En dat zat altijd vol muzikanten. Toen. Dus ik denk vanaf mijn 14, 15. En dan had ik inderdaad zo rond mijn 16, 17 twee bands. Sheriff Wilson en de Funkadelic Federation. Met Tom Pintens, Stoffel Verlakt en Chris Kleire. En de Hitchhikers met onze Bert. En wij werden wereldberoemd in Heven. In Edegem, Hoven, Kontich, Mortsel. Een fanclub en Haarne Rock en veel festivals spelen. En dan, toen is dat bij mij ontstaan van, songschrijven is eigenlijk altijd een constante. Dus los van wat je beroepsmatig doet, dat is wat er altijd beweegt. Mm-hmm. Dat is ook wat er gebeurt als ik mij verveel. En dan neig je automatisch naar, ik ga wat muziek maken. En ik denk dat hij dat ook heeft, maar nog veel erger. Dus een uberfocus van constant dingen maken. Mm-hmm. Wat ik fantastisch vind, dat er eigenlijk een soort van familiaal, zeer organisch is doorgegeven. Ik zie dat ook, Robin heeft dat ook. Hè? Ja, tuurlijk, Robin. Mijn petekind, dus de oudste van mijn broer, heeft dat ook. Mm-hmm. Klopt dat, Oscar, is voor jou muziek maken ook een manier om met jouw verhaal of met jouw emoties een weg te vinden naar buiten? Sowieso. Dingen van je af te schrijven? Ja. Allee, ik denk dat is gewoon leuk om zo soms gevoelens of emoties of zo gewoon los te laten in muziek. Als je daar niet met andere mensen over wilt spreken of zo. Omdat je dan eigenlijk zeg maar, je praat een beetje met jezelf, maar uiteindelijk maak je toch iets wat andere mensen ook kunnen horen. Dus dat is een beetje zoals een conversatie. Dat is wel een soort van, ja, dat lucht op. Als je, ja. Mm-hmm. Dat is hoe ik dat ervaar. En heb je ook het gevoel dat mensen zich daarin herkennen? Soms wel. Allee, ik heb al wel zo. Van vrienden soms gehoord van, ik heb zo twee jaar geleden nu eigenlijk in december zo een break-up song gemaakt, maar dat is eigenlijk gebaseerd op niks. Maar dan toch zo vrienden die tegen mij zeggen van ja, en je hebt dat echt goed geschreven en ik voel dat en ja, die song heeft mij door tijden geholpen en zo. Dan denk ik zo van, dat is goed voor u. Ik ben blij, dat ik... Allee, de andere mensen zich daar ook in kunnen vinden of zo. Mm-hmm. Dat is leuk. Zeg, en van wie kwam eigenlijk het idee om samen te werken opnieuw voor 240? Eerst van mij, denk ik. Ik had een beat gemaakt met een sample van Kitsy Ghost, van Kanye West en Kid Cudi. En toen ik toen bij mezelf dacht van, oké, maar ik kan niet zomaar die sample gebruiken en dat uitbrengen, want licenties en zo, ik wil niet aangeklaagd worden. Dus ik dacht van, oké, weet je, ik ga Pieter vragen om dat opnieuw in te spelen. Met gewoon zo hier en daar een paar nootjes te veranderen, dat niet identiek is. En dat klonk alleen nog 1000 keer beter dan die sample, want die sample was heel slechte kwaliteit. En dan heb ik met die beat 2140 gemaakt. Mm-hmm. En ook uiteindelijk voorgesteld aan Pieter van, ja, Pieter, wel als jij daar ook zang op doet. Ja. En een strofe. Ja. Dus eigenlijk kwam dat eerst van mij. Ja. Voilà. En heb jij dan de tekst geschreven, Oscar? Voor mezelf wel, maar niet voor Pieter. Ja. Ik heb eigenlijk gewoon een soort van wat geïmproviseerd over uw track. En daar kwam dan een refreintje of zoiets. Een refreintje, die raised up, kwam er allemaal uit. Ja, die ad-libs. En dan heb ik daarna nog een soort rapje erbij over geschreven. Mm-hmm. Maar hij werkt heel snel, hè. Dat is echt... Dat is waar. Dat is soms van, yeah,
tussen het hebben van het idee en het is finished, soms 8 uur. Ja, yeah, cool. Terwijl in mijn wereld gaat dat traag. Dat is ook een groot verschil. Ik denk ook echt nog in instrumenten, mm-hmm, live opnemen. En hij doet alles zelf. Alleen nu begint dat bij u wel te komen. Hè? Ook veel... Ja, nu bijvoorbeeld voor het een band. En is dat, dat, zo, is waar, dat is waar. Van, ah, wauw, een muzikant. Maar dat is vooral voor live optredens, dat is niet voor opnames of zo. Maar allee, ik heb al bijvoorbeeld... Pak nu voor Robbe dat ik vraag van... Ja, Robbe, wil jij een gitaarlandje inspelen voor mij of zo? Of zo'n solo doen? Ja. En dan... Allee, natuurlijk kun je wel met echte instrumenten veel menselijkere klanken maken dan met gewoon productiesoftware. Dus dat is wel een plus. Oscar, en hoe is het eigenlijk om samen te werken met jouw onkel? Want hoe dat je draait of keert, je zijn familie, je kent elkaar heel goed, dat heeft voordelen. Maar hoe gaat het dan organisch in zijn werk? Moeten jullie daar weinig rond afspreken? Is dat evident wie wat doet? Of hoe ontstaat zo'n samenwerking? Ja, ik denk in het begin was dat vrij simpel. Was dat gewoon van, hey, Pieter, wil je mij helpen met deze? En Pieter, ja, ik zal helpen met dat en dan opnemen en whatnot. Maar dan zo, als het zo... We hebben wel lang zo een beetje niet gediscussieerd, maar zo niet echt overeenkomen over hoe dat de track in elkaar moest zitten. Ja, structuur. Structuur. Ja. Wat is de beste opbouw? Mm-hmm. En ook vaak, zo, ik had dan gezegd tegen u van, ja Pieter, ik wil dat jij zingt. Ja. En dan had je een rap geschreven en dan zei ik, maar Pieter, ik vroeg of dat jij wou zingen. Ah ja, dat is juist. En dan zo, maar ik heb toch dat gedaan. Dus ja, ik weet niet. Wij zijn alle twee wel gewend van, to be the king of our castle. Mm. Dus als je iets maakt, dan is er dezelfde baas. Ja. En dat vind ik ook cool. Ik vind het eigenlijk heel goed. Hè. Dat is gelijk een jonge prins of zo, weet je wel, dat je zegt van, ik ga wel alles doen. Ik ga wel drummen en bassen en gitaar spelen en sintjes en zingen. Want ik weet wat ik voor ogen heb. En dat vind ik dan ook fijn. Hij heeft dat ook heel hard. En ik heb dat in mijn muziek super hard. Ook in de theatervoorstellingen die ik maak of zo. Van ik heb echt een beeld en het moet zo zijn. En het moet zo zijn. Je hebt in je hoofd werkt zoiets het beste. En zijn een eerste edit of zijn eerste constructie vond ik qua constructie niet optimaal. Ik zag dat anders. Ja. En dan heb ik wel gezegd van, ja, ik ga niet zomaar iets inzingen en doe er maar mee wat je wilt. Dat ben ik gewoon niet. Dus dan hebben we het wel over de structuur gehad en hebben we zo'n beetje gepingpongd. Maar het opnemen aan zich ging supersnel. Dan zeg je, kun jij dat zelfs komen doen? Oh, natuurlijk, versterkertje naar boven, gitaarken, gring. Kunnen we er eens een solo ook nog doen? Ik zou doen eens 2 tracks en ik vertrouw hem. Hij zal wel leuke stukken knippen en dat gaat eigenlijk heel snel. Ik kan me wel inbeelden, Oscar. Hij heeft driedubbel zoveel ervaring of alleszins muziekjaren op de teller. Als je het dan even niet eens bent, is dat dan ook niet soms best wel intimiderend van... Ja, ik bedoel, hij weet het wel allemaal. Dus hoe gaat er dan aan mij om als jullie het niet eens zijn? Of, ja, ik weet niet. Ik denk dat op zich... voor mij vind ik dat niet zo intimiderend of zo. Om te zeggen, omdat dat is puur gewoon... Wij verschillen wel enorm in stijl. Absoluut. Dus ik denk ook van... Als jij bijvoorbeeld samen met mij werkt aan een lied dat ik heb gemaakt, dat ik misschien, ik weet niet, dat jij je iets makkelijker of zo aanpast aan die stijl of zo, dan dat je echt zegt van... het is niet dat jij... stel, ik laat nu iets horen aan mijn papa of zo. Ja. Mijn papa is nog een beetje oldschool soms. En die zegt dan zo van... ik heb met hem nog zo een korte discussie gehad over... ik had een band met live muzikanten. En die zijn dan zo, maar ja, zijn dat professionele muzikanten? En ik zei zo, dat zijn studenten die leren, die zijn keigoed. En die zei zo, ja, maar je kunt het toch beter met professionele muzikanten doen. Die gaan het altijd beter weten. Nee, en ik zei, maar dat maakt nu toch geen verschil of dat je nu met professionals of met studenten die het even goed kunnen spelen? Nee, zeker niet. En wat je daarnet zegt, van dat ik het zou weten, dat is totaal niet. Ik vind dat ook totaal niet telt. Jaren op de teller, doet er eigenlijk nul toe. Ik vind, je begint dan iets nieuws en als je dat samen maakt, dan... heb je daar goestingen of zo? Ik vind zijn talenten zijn heel anders dan de mijne. Vertel eens. Ja, ik vind dat. Hij is veel meer... ik heb hem natuurlijk vanaf kinds af gezien. Dus ik vind dat ook super om dat te zien groeien. Dat gaat allemaal zo in stappen. Ook nu. Dus ik herinner me echt nog in het begin... Dan was er een garageband zeker. Ja, garageband. Hey, zo stukken, gewoon sampletjes achter elkaar slepen en dan kun je iets construeren. En ik weet nog dat ik toen aan hem zei van ja... Je kunt die sampletjes... ook zelf maken, dan bepaal dezelfde melodieën. Dat is eigenlijk nog cooler, want dan worden dat uw composities. En we zeggen, wow. En dan heeft hij zich als een bezetene toegespitst op met programma's leren werken, beatjes, bassen, toetsen, soundjes.
Hij zat toen ook helemaal in een soort Reggie/Skrillex-achtige... Ja, sowieso. Dat is allemaal van die dance, die zo pulseert. En hij kon dat echt supergoed, dat ik ook denk van... Ik zou niet weten hoe je dat in elkaar steekt, zo'n beat die echt zo... ja, pulst gewoon zo. Het Tomorrowland-principe. Maar ja, hij wilde ook aanvankelijk DJ worden. En dan is er zo altijd iets nieuws bijgekomen, namelijk een instrument leren, piano leren spelen. Mijn piano is eigenlijk van het begin al. Ik speelde piano voordat ik met productie bezig was. Ja, dat is waar, dat is waar. Maar dan dat blijven volgen en dan zie je ook van, oké, dan wordt dat ineens zijn eigen melodieën. Mm-hmm. En dan groeit er ook ineens een interesse in bepaalde artiesten. Of genres. Childish Gambino of zo. Waar hij dan van denkt van, oeh, wauw, heel erg in het nu. En ik luister dan en ik denk, ja, nogal veel gepikt van Prince, die en die en die platen. En dan ontdekt hij Prince en heeft hem zoiets van, wow, ja. Prince, damn. En dus dat steekt elkaar aan en dan... Ja, hij komt ook altijd wel kijken als ik iets maak. Hè. Zo'n concert bijvoorbeeld als Street Concert over Borgerhout. Mm-hmm. En dan ziet hij ook wel van, wow, soms kunnen ook wel verhalen zijn. En voor mij, wat ik cool vond aan 2140, was dat... Voor mij voelde dat een beetje alsof dat voor hem het eerste, laten we zeggen, tussen aanhalingstekens, authentieke verhaal was. Ervoor waren heel veel raps en yo, bitches in een ding, bitches in een bling, bling, bitches in een ding. Dus dat was allemaal zo, de taal die rappers spreken, ga ik ook gewoon spreken. Ja, alleen ik wou eigenlijk gewoon... Ja. Ik wou andere rappers nadoen of zo. Ja, maar zoiets. En dat is ook goed. Hè. Je hebt je helden nodig om daarvan te leren. En welk verhaal wou je daarin vertellen eigenlijk, Oscar? Met 2140? Ja, gewoon een beetje... Niet per se een verhaal, maar gewoon een beetje vertellen van... Ah ja, kijk, ik ben misschien niet zo... Ik ben niet opgegroeid in L.A. of zo. Of in allee, ik kom gewoon van deze kleine stadje, alleen naast Antwerpen, in België, waar dat niemand echt om geeft. Allee, geen enkele toerist gaat naar België komen voor naar Borgerhout te komen. Maar allee, het was tegelijk ook een soort van verhaal van... Het is niet dat je ergens geboren bent, dat je daar thuis wordt of zo. Want allee, ik droom echt al heel lang van naar Londen te gaan wonen later. Dus ik denk ook van... Allee, ik ben niet van plan om hier heel mijn leven te blijven. Alleen niet dat ik dat hier een afschuwelijke plek vind of zo. Dat is hier heel, heel aangenaam af en toe. Maar ik zou toch liefst iets groter willen dromen of zo dan per grap. Mm-hmm. Oscar, wat is het strafste wat je van Pieter kan leren, muzikaal? Of wat is hetgeen waar je het meeste naar opkijkt? Het eerste wat ik nu aan denk is gewoon gitaar spelen. Ja. Ik vind gitaar zo'n cool instrument. Ik vind dat veel cooler dan piano. Maar ik heb het geduld echt niet om dat zelf te leren. Ik heb een half jaar les gevolgd of zo. Maar ik heb daar geen tijd meer voor. Want ik deed ook piano, ik deed ook compositie en notenleer. Maar als je dan gaat kijken naar zo meer op muzikaal vlak... Denk ik misschien ook qua songwriting en... ik heb vooral bij uw oudere muziek eigenlijk, bij uw eerste album, zo bijvoorbeeld Barcelona, vind ik echt hoe je zo die sfeer creëert, is nog iets dat nog zo boven mij staat, denk ik. Mm-hmm. Dus dat is nog wel iets dat ik kan leren van hem, zeker. Het is grappig, want voor mij zijn dat echt hele oude songs waar ik van denk van, oh my god, dat je dat toen geschreven hebt. Maar ja, dat maakt niet uit, hè. Dat is een beetje hoe het gaat. Hè. Je creëert dingen en dan is dat momentum en dan gaat het verder. En dat vind ik ook zo cool in zijn parcours, zie ik dat ook. De songs die hij nu schrijft, als ik dat vergelijk met 2 jaar geleden, ja, tuurlijk. Dat zijn echt al enorme verschillen. En wat is hetgeen, Pieter, wat jij het meest bewondert, muzikaal gezien dan, bij Oscar? Ik denk in eerste instantie het... doen. Er is een enorme maakdrang. Ik ben ondertussen ouder. Ik ga naar de 50. Ouder, hè? Niet oud. Wat dan? Ouder. Niet ouder. Oud. Nee, ik voel me niet oud. Dat is zeker zo. En ik kan ook wel terugblikken op bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, bands als de Kakkeweten of zelfs El Tatuda Tigre. Wij dachten er niet eens na van, worden we nu betaald of niet? Dat ging gewoon over spelen en dingen maken en zeker de Kakkeweten. En dat was heel wild en heel weinig dingen in vraag stellen. Gewoon doen, gaan. En dat zie ik ook in hem. Dat is gewoon
tussen het hebben van een idee en de song, ik denk dat daar niet heel veel tijd tussen zit. Dus dat is... Terwijl ik ben al veel meer nu in zo van, oké, we weten hoe veel dingen werken. Als je op tour wilt, ja, dan moet dat met een concept zijn en dat concept moet verkocht worden. En er zit dan zoveel tijd tussen en er moet dan een plaat van komen of niet, want er moet toch zeker op radio komen. Dus, is goed, ik ga eens een heel concept maken met een strijkersquintet. Veel dan, denkwerk. Ja, dan is dat direct een concept en dan werkt er dat uit met arrangeurs en dan gaat het daarmee zo lang spelen. Terwijl hij is veel minder bezig met spelen, maar gewoon... En dat vind ik ook cool. Dat is een beetje gelijk Stromae ook. Blijf maar in je kamertje totdat je een soort van bommetje hebt gemaakt dat je zelf denkt, yeah, en dit nu gewoon lossen. En dat is eigenlijk wat hij ook doet. Dus niet te veel in een... Alhoewel, je hebt nu wel een conceptueel album. Dat is waar. Dat is ook voor het eerst. Er wordt een heel verhaal verteld van een ontmoeting, een verliefdheid, een relatie en het terug kapot gaan van die relatie in een heel album. Dat nog moet uitkomen. Juist. Maar dat vind ik super, die drive, die focus is... Er is gewoon... Bij Oscar lijkt er geen enkele vraag van... Dat is wat ik wil en ga doen en ook gewoon elke dag doe. Ja. En veel plezier aan beleef en een leuk... Ik vind dat een supercoole crew. Heel zijn crew, hè. Zelfs een manager. Hoe oud is mijn manager? Wordt 20. Dus dat is zo'n hele jonge crew. En shout out Giuseppe. Giuseppe. En die hebben hier dan ook vergaderingen mee over de videoclips en dit en dat. En dan denk ik van, dat vind ik zalig. En dan gaat het nooit over leeftijd. Sterker nog, leeftijd kan evengoed een hindernis zijn. Ik heb zelfs ook al een paar keer gedacht van, ik lijkt me wel leuk om zo... Oké, ik wil... Ik denk dat we dat al twee hebben. Wel bol staan van nog altijd dromen en dingen willen creëren. Ik wil bijvoorbeeld wel eens een oude soulband, maar ik kan ook evengoed naar Oscar en mijn andere neefje, de Robbe, kijken en denken... Ga eens een plaat maken met Oscar en Robbe. Gewoon moddervette beats, keileuke gitaren en iets in elkaar vijzen waar je gewoon zo festivals mee plat slaagt. Of, wat ik ook soms denk is, hij heeft veel skills in sferen en dat ik denk van, ja. Hij snapt ook heel goed het verhalen erin soms. Dat ik ook denk van, misschien moeten we ooit eens een soort van muziektheatervoorstelling maken. Met dat ik dan vorig jaar in Amsterdam zo in die Lazarus van David Bowie een van de grote rollen had. En dat ik dan ook wel zie van, oké, de constructie van verhaal en muziek. En ik heb zelf ook al eens de Sunjata of zo, dat je een heel verhaal, alles in muziek vertelt. Dan denk ik van, ik zie hem dat ook wel doen. Dus amai, je nog heel veel plannen voor jullie allebei. Dikke merci voor dit heel fijne gesprek en laat het ons weten. Laat het Olalala weten als jullie nog eens gaan samenwerken. In welke richting. Ik denk dat zijn mama trouwens op tour. Dat is ook waar. Dus maar ze heeft gevraagd om daar niet te willen. Maar we mochten dat niet zeggen. Oké, we gaan dat niet weten. Oké, dikke merci. Dat is graag gedaan. Tot de volgende.